Oké, we hebben weer een mount. We hebben een royal slime die we al hebben. We hebben een solid fire. We hebben een slime gun. En we hebben de broek en de shirt. Leuk. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria Expert Mode 1.3.3.2. Een hele lange titel, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. In de vorige aflevering zijn we de dungeon ingegaan. Heb ik even gelijk even mijn inventory geclaard, want echt serieus, we hadden te veel stuff ondertussen bij ons. Ik zie zelfs dat ik nog één ding niet neer heb gezet. En in deze aflevering wil ik eigenlijk toch weer stiekem terug richting die dungeon. De reden waarvoor is, we kunnen de Rack 3000 maken. Want dat zijn namelijk de drie ingrediënten die we al hebben. De Lucky Lifeform Analyzer, de Heart Radar en dan de Telecounter. Nou, laten we die dan maar gelijk maken. Scheelt ook inventory space, dus altijd handig. In deze aflevering wil ik eventjes de Gravitation Potions gaan gebruiken om dus iets verder te kijken of we nog wat meer Sky Islands kunnen vinden. Want we hebben er op dit moment maar twee en een watereilandje. Dus wil ik al even kijken of we hier nog iets kunnen vinden. Hopelijk dat we de luchtballon kunnen vinden. En anders gaan we hierboven nog heel even kijken of daar misschien iets verborgen ligt. Wie weet, dat kun je natuurlijk zo niet zien. Dus dat wil ik zeker gaan doen. En het is nou een tijdje eigenlijk geleden dat we dat gedaan hebben. Dus vind ik het heel erg belangrijk dat we dat nu eerst eventjes gaan doen. Want ik vergeet heel erg vaak dat er ook nog fishing quests zijn die we elke dag kunnen doen. Dus in de service. Nou, daar zitten we al. Welke beet heb ik? Die beet? Oké. Dus ja, lekker even vissen. Vind ik wel belangrijk. Nee, maar de reden is dan hebben we namelijk ook meer ruimte voor een accessory slot. En het is dus ook heel erg belangrijk dat we dus meer ruimte in onze accessories gaan hebben. Omdat we willen een schild gaan equippen. Dus zeker één ding wat ik wel mee wil nemen. Dus vandaar dat ik zoiets heb van nou even vissen. Gelijk de quest even aan de kant hebben. Dan hebben we die gelijk gedaan. Dus een iron crate. Daar ben ik wel blij om. Kunnen we nog zo eentje krijgen? Ik bedoel, ik weet dat we de quest item moeten hebben, maar serieus. Quest item boeit me eigenlijk nou niet zoveel. Ik vind iron chest vind ik heel erg boeiend. En dubbele Flareon Rage natuurlijk, dat is ook altijd handig. Ja hoor, de Harpy Fish. Ik zet heel eventjes de lijn aan en ik heb gelijk de Harpy Fish. Wat krijgen we van je? Een second. Oeh. Jongens, wij hebben nog maar één item nodig en dan hebben wij de PDA compleet. Wij hebben alleen nog maar de radio nodig, de weerradio. Dat is de enige die we nog nodig hebben. En dan is alles compleet, want we kunnen nou dus ook zien hoe dat wat de maanstand is. Oeh, dat is wel heel erg nice. Goed. Nou, ik doe heel eventjes snel eventjes quickstacken. Hier zat alle bait in, toch? Ja, en de fisherman's hat. Waarom heb ik die niet op? Serieus. Ik bedoel, de fisherman's hat is juist heel erg handig om die te gebruiken. Want dat increase namelijk het fishing level. Dus dat is zeker handig om die dan gewoon als zo te kunnen swappen. Eventjes dit snel zo veranderen en dan zie ik jullie op de plek waar ik jullie eigenlijk wil zien. En nou was ik net in het fisherman's huisje en dan vergeet ik. Ik zie jullie zo. Oké, eens even kijken. Wat is een mooie plek voor de piano? Ik denk dat ik deze weg ga halen en dat ik hier inderdaad de piano even neerzet. En ja, ik weet dat dit hierboven, dat moet natuurlijk ook nog een keertje mooi gemaakt worden. Maar dat komt van eigen zwaar. Ik bedoel, serieus, we hebben nou eerst eventjes dat we de Gravitation Potion moeten gaan gebruiken. En dat we dus hopelijk die ballon vinden. Want we hebben een cloud in de bottle. We hebben de horseshoe hebben we al. Dus het enigste wat eigenlijk nog ontbreekt is de ballon. En de reden waarom dat de ballon dan zo handig is, is dat kunnen we iets hoger springen. En dan is het allemaal één. Oeh, hier is die sandstorm waar ik het over had. Dit is de eerste keer dat ik de sandstorm zie, jongens. Oké, de sandstorm die werkt als volgt. Lopen gaat een stuk moeilijker worden. Aangezien dat je namelijk teruggeduwd wordt door de wind. En ondertussen dat ik hier nou trouwens toch ben, kan ik gelijk eventjes de palmwood meenemen. Dit zorgt er ook nog eens een keertje voor dat het dus gevaarlijker wordt. Want meer vijanden zullen spawnen in de desert op het moment dat we hier dus tot we dit zien. Trouwens ook een handig trucje. Wil je cactus mijnen, mine met de pickaxe het blokje zand hier aan de onderkant. En ja, je zult dus automatisch dan zien dat, hoe heet dat? Dan zou je de hele cactus gewoon in twee tiks al gelijk mee kunnen nemen. Nou hoop ik dat er eventjes die vijanden willen spawnen, want dat zou wel heel erg leuk zijn. Flareon die heeft heel veel plezier
Ik heb zoiets van, ja, ik ben eigenlijk liever eventjes bezig met dit te minen. Namelijk ook heel erg belangrijk. Ja hoor! Tumbleweed! Tumbleweed! Oké, hele dodelijke tumbleweed, dat zeker. Ouch! Oké, we hebben tumbleweed. Oh boy, nou wordt het druk hier. Nou wordt het heel druk hier. Oké, ik heb mijn bijenhulpjes nodig. Oh boy. En... Tumbleweed vindt het namelijk nogal leuk om onder je te gaan lopen vervelen en te clearen. Ik ben nog niet echt in een ding hieronder geweest. Misschien dat ik dat wel eens even zou moeten doen. Ach, wat leuk van de tumbleweed. Komt zomaar even aanwaaien. Ik weet nog niet eigenlijk of je iets speciaals kunt krijgen van de tumbleweed. Ik heb het nog niet gezien, maar... Tumbleweed! Oké, jij mag... Oh, paas erop, hè. Die doen eigenlijk best wel nog wel veel schade. Ik wil hier eigenlijk die cactus even weg hebben. Misschien is dit nou niet echt het handigste tijdstip om dit te gaan doen. Maar waait. Ik wil extra palmbomen kunnen planten. Ah, deze die is zo klein. Oké, het zou sneller zijn geweest als, maar lekker belangrijk. Waar is mijn zand? Hier. Hem daar neerzetten. Ik bedoel, dit is de eerste keer dat we nou zoiets tegenkomen. Dus laten we eventjes gelijk kijken hoe dat eigenlijk nou precies werkt dan. Ik bedoel, ik vind het wel spannend. Oké, eventjes mijn seeds, daar. Het is lastig om in de tegen de wind. Ik plant over. Oeh, volgens mij heb ik hier iets meer. Hi. Kunnen we hier niet even over praten? Man to man, tumbleweed to tumbleweed. Misschien? Weet niet. Zou wel fijn zijn. Ik neem deze ook gewoon nog even mee. En grappig hoe dat je gewoon weggeduwd wordt. Ja, ik heb gezegd dat we het Fisherman's huisje, dat we die nog verder zouden maken. Dus daarom vind ik het ook heel belangrijk om dat ook zeker te doen. Schoot hij mij nou gewoon aan de kant? Oh, tumbleweed. De meest dodelijke tumbleweed ever! Oh! Oh boy, het wordt niet druk. Ga weg! Leon, die beschermt mij wel. Dit is niet het ideale moment. Trouwens ook nieuwe muziek. Ik zal de nieuwe muziek even laten horen. Ik zelf vind het hele gave muziek. Trouwens, ik vind het ook wel grappig hoe dat de wind eigenlijk als debuff wordt gezien. Als je dus naar boven kijkt, dan zie je hier Mighty Wind staan. The wind moves you around. Ja. Dat doet hij zeker. Als ik hier nou eens eventjes een vlak terrein van kon maken, dan konden we hier makkelijker palmwood farmen. Dus ik ben echt nog steeds heel erg blij met die truc van om zo snel mogelijk palmwood te krijgen. Het is een hele mooie houtsoort, dus zo. Het enige nadeel is dat het dus nou een sandstorm is. In het begin van het spel trouwens, wil je echt niet in een sandstorm zitten. Zit je in het begin van een sandstorm, in het begin van het spel, geloof me, dat overleef je niet. Want vergeet niet, je hebt nog niet echt de items of de defense. We zitten nou op dit moment op 41 defense, hè, jongens. En dat is hoog voor, ja, pre-hard mode.
41 is normaal gesproken hard mode en wij zitten al op 41 op dit punt. Ik denk dat we trouwens al op een punt zouden zitten, waardoor dat we, ja, tot we de spoilers al aan zouden kunnen. Wall of Flesh. Maar, ja, ik durf het risico nog niet te nemen. Plus, je wil nog niet in hard mode zitten. Op het moment dat je namelijk in hard mode zit, dan wordt de wereld gelijk moeilijk. En dat wil je dus nog tegengaan, voordat je dus daar echt naartoe gaat. De reden is ook heel erg simpel. De vijanden worden spannender. En, nou zijn het de mode! Het is spoilers mode, verdurie! Oh, nou heb ik een fout gemaakt. Jullie hebben niks gehoord. Oh boy. Oké, jij vraagt er gewoon om. Nee! Stoute tumbleweed! Ik dacht dat we vriendjes waren. Goed, ik ga dit heel even vlak maken. Tegen de wind in. Gewoon zo. 1, dan heb ik genoeg zand. 1, dan heb ik nog genoeg zand! En 2... Dan is het mooi vlak voor palmbomen hier te laten gooien, dus... Alleen ja, dit is niet het ideale moment om te doen en ik doe het toch. Auw, auw. De pijn. Ja, wees confused. Raak jezelf. Oh nee, dat doe je niet. Geen Pokémon. Nou. Nou ja, aan de andere kant. De vorige keer toen Eevee verward werd met de toekomst. Ik eigenlijk best wel fijn dat er weer geen verwarring is. Nou, dit duurt wel heel eventjes. Oh boy, Tumbleweed en Tumbleweed doet pijn. Auw, oh boy. Help. Dank je. Dit is gevaarlijk. Dit is heel gevaarlijk. Oh, weer een Tumbleweed. Tumbleweed, jij hoort niet tegen de wind in te kunnen. Jij hoort met de wind mee te gaan. En als je over me heen rolt, dan zien we jou gewoon niet meer. Trouwens, ja, de wind kan uit beide kanten komen. Dus de wind kan ook in één keer spontaan draaien. Damn, dat Tumbleweed, dat doet veel schade. Oh, komt weer even. Nou, kom op! Laat mij alleen. Hoi. Nee, het is nou afgelopen. Stoute Tumbleweed. Oké, zandstorm is voorbij. Gelukkig. Damn. Dat waren best wel creepy. Nou ja, ik maak dit heel eventjes vlak en ik zie jullie in de seconde. Nou, en met uit weg gedaan te hebben. Tjoh, jongen, het is wel heel erg druk vandaag trouwens met vijanden, moet ik zeggen. Zo, hey. Die spannen vandaag echt... Ik denk dat dat ook te maken heeft met de stand van de maan. Dat weet ik niet zeker, maar... De ene keer spannen er echt enorm veel vijanden. En de andere keer dan valt het eigenlijk reuze mee. Dus... Dit is echt zo'n extreme nacht weer. Van tot het echt vol zit met vijanden. Ik heb... Oké, sowieso had je die desert. De zandstorm die dus ook actief was. Ah, we zijn op het punt eindelijk gekomen. Mooi. Maar de zandstorm die dus actief was. Dat stelt... ja, dat is natuurlijk ook een groot factor. Maar als je gaat kijken dan naar hoeveel dat er wel niet eigenlijk gespand was. Op het... ja. Terwijl dat we nou gewoon rustig aan het lopen zijn. Ons eigen business aan het doen zijn. Dat is eigenlijk best wel veel. Ik vind het tenminste heel erg veel. Dit hebben we allemaal ook nog niet geëxplored. Kan hier altijd nog iets in zitten. Oké, zo te zien niet. En ja, ik ben van plan om hier dus ook een skybridge naartoe te laten lopen. Tot en met jungle niveau. Maar don't worry, daar gaat allemaal offscreen gebeuren. De grootste bouw gebeuren wat echt langdradig gaat worden. Daar ga ik niet echt... Ik zou misschien een stukje kunnen fastforwarden. Want het wordt wel opgenomen just in case tot de deaths voorkomen. Maar ja, het punt is wel... De grote projecten die gewoon echt heel erg veel tijd... En High Sky... Oh, het is een Fisherman Sky Islandje. Daar hebben we weinig aan. Ik wil kistjes! En het liefst een ballon. Dus moet ik echt gaan skycrate vissen. En daar heb ik weinig zin in verband met al de... Vervelende... Kan die op een naam komen? Help even. Harpy! Mooi. Vervelende harpies die daar blijven spannen. Daar heb ik echt weinig zin in. Dus, als wij nou eventjes een ballonnetje mogen vinden... Dan ben ik een heel blij konijntje. Dat zou echt heel erg fijn zijn. Dus... Ik ga dit er niet uitknippen, dit hoort er gewoon bij. Punt. Het exploren van time and space.
Tenminste, jullie kunnen het ook doen. Oké, er zijn andere manieren. Nou, dat we de waterbolt hebben, dat je inderdaad omhoog zou kunnen gaan schieten. En wachten tot er een waterstreepje. Maar dat vind ik zo langdradig. Plus, je zou dan maar net bijvoorbeeld net naschieten of iets. Je kunt meteor bullets zou je kunnen gebruiken. Maar ja, why? Ik bedoel, ik vind deze methode vind ik gewoon het snelste en het fijnste. Dus daarom gebruik ik liever deze methode. Nou ja, gelukkig hebben we ook niet echt veel vijanden die nou spannen. Dus daar ben ik eigenlijk ook alleen maar blij om. En we hebben er 3. Dus oké, dat wordt best wel heel erg snel, heel erg saai. Wanneer vinden we een Sky Island? 1 seconde later? Nu dus. Mooi. Ballon, 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 ballon. Star Fury. Yay, I guess. Ballonnetjes! Yes! Het werkt! Gewoon keihard ballonnetjes erop en je krijgt zo je eigen ballon. Yay! Nou ja, kijk nog heel even snel verder of er hier nog iets anders te vinden valt. Oké, we hebben hier nog een visvijver om te vissen. Wat leuk. Beetje op space niveau. Oké, we hebben best wel veel in de lucht weer kunnen exploren, zo te zien. Dus nog best wel veel bij elkaar gevonden. Maar we hebben wel voordat we kwamen. Dus ik neem aan dat nou eigenlijk de beste is om... Heb jij nog steeds geen huis? Ik neem aan dat het het beste is om maar snel terug te gaan. En zo te zien heeft de mechanic nog steeds geen huis. Dat betekent dat we dus echt moeten gaan werken aan ons fisherman's huisje. Of zelfs hier nog een extra tak aan deze boom moeten gaan maken. Maar ja, dat wil ik allemaal wel bewaren voor de volgende aflevering. Niet dat deze aflevering nog gaat eindigen. Maar het is wel iets wat ik mee wil nemen naar de volgende aflevering. In ieder geval, we kunnen heel eventjes hier wat ruimte maken. Deze 3 die kunnen we heel mooi bij elkaar namelijk doen. Een cloud in een balloon. En als we de cloud in een balloon hebben, dan kunnen we voor de blue horseshoe balloon gaan. Waardoor dat we weer 1 inventory vrij hebben. En dan kan dan even de band of regeneration inkomen. Ik lig al even naar mijn Ik kreeg al even mijn inventory en ik zie jullie in de seconde. Nou, ondertussen is de inventory weer goed gecleared. En kunnen we weer even op avontuur gaan richting de dungeon. Omdat we daar nog het een en ander natuurlijk te vinden hebben. En nou ben ik toch heel erg nieuwsgierig ergens naar. Want er is dus iets nieuws aangekondigd op Pokémon Sun en Moon. En nou wil ik jullie mening daar toch al eventjes over weten. Er is een nieuwe Z-move aangekondigd voor Pikachu, who cares, lekker belangrijk. Maar er is dus ook een speciale Z-move voor Eevee gekomen. En dat is dus Extreme Evo Boost, waarin dat hij dus in plaats van een enorme aanval een enorme stat boost krijgt. En dan krijgt hij +2 op elke stat. Speed, attack, special attack, defense, special defense. Hoe denken jullie daar nou eigenlijk over? Daar ben ik toch wel een beetje nieuwsgierig naar, dus... Ja, hij telt voor de wal of ja, huisje van Awesome Commons. Dus wil je daar je mening over geven? Be free to do that, of course. Ik bedoel, serieus, wordt zeker op prijs gesteld. Dus ja, daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Nou, ik heb nog 1 sleutel over. Oh, en trouwens doe dit niet als je geen valprotectie hebt. Want dan zou ik weet niet hoeveel schade nu al hebben opgenomen. Maar ja, ik ben er wel zeker nieuwsgierig naar. Dus laat maar weten als je daar natuurlijk de zin en tijd voor hebt. Goed, nou even terug de dungeon in. Wij hebben hier nog een Cobalt Shield die we moeten vinden. En die wil ik dus zeker eentje vinden. Dat is het enigste eigenlijk nog wat we hier moeten vinden. Want we weten de locatie van de 4 kistjes. Dus... Als wij nou nog een Cobalt Shield snel zouden kunnen vinden... Dan ben ik een heel blij konijntje. Goed, hallo. Nou zit ik eigenlijk te twijfelen. Was er nog iets anders wat ik eigenlijk wou hebben? Want ja, er is nog een ander wapen. Een soort van waterpistool dat je zou kunnen vinden. En ja, ik weet dat ik nou eigenlijk... Oké, het boek is eigenlijk meer een hydropump vergeleken met het waterpistool wat je nog zou kunnen vinden. Jou had ik al gedismanteld, maar ik vertrouw jou niet. Even kijken. Daar zit een kistje. Goed, dan gaan we daar heel eventjes snel naartoe. Trouwens, de map weghalen en tevoorschijn halen, dat doe ik met tap. Dus dan zijn jullie daarvan op de hoogte. Weer een mamusa. Ik hoef niet mamusa. Ik heb niet mamusa. Jij niet mamusa, ik niet mamusa. En ja, ik weet dat jij daar nog steeds staat. Huisje wordt voor jou gebouwd. Wees daar maar... Maak je daar maar geen zorgen over. Komt een huis ooit. Waarschijnlijk in de volgende aflevering. Oh, staat hier trouwens een waterbot die we de vorige keer niet hebben gepakt. Oei. Nou, eens eventjes nog even langs die ene kistje die we dan nog niet hebben gepakt. Want echt serieus, zo'n Cobalt Shield is een must. En ik heb echt geen zin om te moeten gaan vissen in
De enige manier als je alle kistjes hebt geopend en je hebt niet de item die je zoekt. De enige manier om de item dan nog te krijgen, dat is via kistjes in die locatie. Ah, gelukkig, we hebben hem al. De Cobalt Shield. Hebben we nog een sleutel over? Nee? Dan heeft het nog weinig nut om hier rond te blijven. Doei! Nou, shop. Ja, eens even kijken. Wat zullen we ervan maken? Die mag weg. Waddebot, die mag weg, want die hebben we niet extra nodig. Rico Potion, die gebruiken we toch al niet meer. En de rest wordt automatisch gesorteerd. Ook trouwens, ik heb nog één ding voor je. Kijk eens, hier. Toortjes. Doel. Als we de 99 hebben, dan hebben we er niet meer nodig. Nou. We hebben hier nou verschillende soorten hout. Hartstikke leuk. Wil ik misschien daarin een sky kleur maken? Dan moet ik even een huisje minen en dan kunnen we dus een hele sky. Krijg je een beetje een Umbreon kamertje of zo? Dat zou ook wel leuk zijn. Heb ik daar nog tijd voor in deze aflevering? Ik vind van wel. Laten we eerst eens even ervoor zorgen. Even kijken. Waar heb ik mijn accessoires? Hier, want dan hebben we één ding. Namelijk de skull necklace. Heel erg belangrijk. En waarom hebben we zoveel clouds in de bottles? Serieus. En waarom hebben wij zoveel shackles? Genoeg zo om te verkopen, dat is zeker. Hier hebben we er ook maar eentje voor nodig. Het zal me trouwens tegen dat we nog steeds geen bunny, een golden bunny hebben gevonden. Nou ja, komt van eigenlijk wel. Maar goed, die dingen die wil ik allemaal dus weggooien. Maar deze twee, die wil ik samen combineren. En dan krijgen we de obsidian shield. De shield zelf, die geeft één defense en geeft geen knockback meer. Maar als we de obsidian shield gebruiken, dan puff! Hebben wij in één keer twee defense en hebben we dus geen knockback en immunity tegen fireblocks. Zeker heel erg handig. Welke ga ik dan opofferen? Die is warding. Deze, ja, we moeten sowieso... Jij bent... Oh, we hebben al gelijk warding bij jou. Gaaf. Band of Regeneration. Hij is ook warding. Alles is warding volgens mij bij ons. Auw. Dat is wel heel erg veel warding. Nou ja, laten we eens heel even kijken wat we van de schild kunnen krijgen. We willen wel het beste van het beste, want we hebben twee platinum coins nog liggen, dus even kijken, volgens mij was dat, nee, 4 gold 80. 4% damage doe ik het voor. Ik bedoel, we hebben al zoveel warding, maar wat gaan we dan nu opofferen? Band of Regeneration of extra beast? Nou, beast zijn nou nog de aanval op het moment, maar dat is toch hetgene wat gaat veranderen, dus dit wordt nou een beetje onze setup. Dus ja, dan hebben we iets meer damage en iets minder defense, dus dan mag jij... ja, die doe ik wel even af en toe een keertje swappen met de Band of Regeneration. Dat is net zo makkelijk. Goed, dan willen we nog heel eventjes de shop even gebruiken. Heel eventjes dit allemaal even verkopen, want daar doen we toch helemaal niks mee. En met dat gedaan te hebben, denk ik dat het inderdaad een heel even tijd is om een extra boomblad te maken. Maar ja, het punt is, wij hebben geen living wood dinges. En ik wil dat toch eigenlijk best wel gaan maken. Dus ik denk dat ik dat uit mijn andere wereld ga lenen. Aangezien dat ik het hier niet heb. En dat is eigenlijk best wel jammer. Want dan kunnen we namelijk hier een hele mooie boom maken. Dan kunnen we extra bladeren eraan toevoegen. En dan wordt onze boom nog awesomer. Dus laat weten of jullie dat goed vinden. Ik bedoel, ja, anders voelt het misschien toch een beetje aan als cheaten. Dus vinden jullie dat ik de living wood wand en de living wood, of de leaf wood wand ook mag pakken? Zodat we dus mooie boomplaatsen kunnen maken en gras. Laat het heel eventjes weten of jullie het daarmee eens zijn. Dan kunnen we dus meer takken maken. Hebben jullie dat liever niet, dan kan ik dat natuurlijk ook begrijpen. En dan heb ik daar alle begrip voor. Nou ja, dan gaan wij richting de fisherman's huisje. En dan gaan we daar gewoon eventjes met palmwood. Gaan we gewoon daar even een tweede en derde verdieping maken. Neem ik ook even de dynasty mee, want we kunnen daar ook even wat meer mensen af van spawnen. Want geloof me, er zijn nog genoeg NPC's die dus kunnen spawnen. Dus daar hoeven we ons absoluut geen zorgen over te maken. En ja, ik weet dat jullie heel erg het bouwen leuk vinden. Dus daarom heb ik zoiets van, ach, waarom ook niet. En ik heb alleen één echt klein probleempje. En dat is dat hier dus nog geen Dynasty Workbench. Nee, dan moet het wel een pampje zijn. Dat is net nou een krukje bij de piano. Hartstikke leuk. Oké, dan kunnen we namelijk even een beetje meer van die achtergrond maken. Van palmwood. Want het is en blijft een fisherman's huisje. Zo, even dit helemaal opvullen. Flareon Sikkum. Geef hem geen enkele mogelijkheid tot. Nou, hier kunnen we gewoon eigenlijk ook al drie NPC's kwijt. Dus zo. Er moet nog wel glas bij komen, vind ik. Oké, nou dat...
één kamertje hier zo maken. En dan inderdaad zo een kamertje zo maken. Hartstikke gezellig. Dan kleedt het al wel leuker aan, vind ik zelf dan persoonlijk. Dus dat doen we dan zo inderdaad. En ik denk dat het misschien heel erg leuk is om er heel eventjes voor te zorgen dat we ook daar wat duurdere spul kunnen hangen. Zoals bijvoorbeeld een bed of een tafel of een bar of weet ik veel wat alles wat we kunnen maken. Dus heel eventjes snel even bij onze equipment hier kijken. Want iron bars die zijn dan nodig, chains die zijn dan nodig. Silt is nodig. Dus even kijken hoor. Wat kunnen we nog meer meenemen? Waar is mijn chain? Die hebben we daar. We hebben genoeg toortjes. Lood hebben we ook nog genoeg. Wacht even, maar we hebben ook nog glas. Hebben we glas? Ik heb genoeg zand. Oh, sorry. Ik heb genoeg zand! Background, wat hebben we hier? Glas. Marble wall. Nee, we hebben alleen het glas nodig. Oké, nou, met dit gaan we dus eventjes mooi een 3 kamertjes erbij maken voor de NPC. Zodat onze... Dat ene vrouwke niet meer zo boven daar hoeft te blijven staan. Dat vind ik eigenlijk best wel zielig. Oké, nou, als... Jij maakt fouten, ga weg. Eens even kijken. Nou, deuren die moeten natuurlijk gewoon de standaard deuren zijn die we hier ook hebben. Dus dat zijn deze. 2 deurtjes. Zo. Oké. Weet je wat? Ik doe hier wel eventjes de deuren dicht. Want het spant weer eens een keertje te veel hier. Laat me maar rust. Ik ben aan het bouwen. Eens even kijken. Want we kunnen een bar kunnen we maken. We kunnen... doorsnee tafels. Trapdoors. Ik denk toch dat ik heel eventjes eerst moet gaan kijken wat we nog bij ons thuis kunnen maken. Want zo'n dynasty chest ziet er ook mooi uit. En hier even een palmwoodlamp een paar neerzetten. Eentje hier zo. Ziet er ook mooi uit zo zeg. Hier. Eentje hier achter. Leuk dat het regent hoor, hartstikke gezellig. Het is nog steeds avond toch? Ja. Volgens mij kunnen we de andere wapens en dingen alleen maar maken met zo'n sawmill. En die hebben we alleen maar bij ons thuis staan. En weer zo'n increased span. Oké, misschien dat we geen... dat we heel weinig zonnebloemen hier of zo hebben. Daar niet van, maar... Jeetje, wat span vrij veel. Hier, zonnebloem. Zeur niet. Even kijken, hebben we dat ding? Ja, dat hebben we hier. Dit is alleen maar met banken en kleding geloof ik. Silk rope. Kun je dat ook al maken? Oh, mooi nou. Eens even kijken. Oh, wacht. Ja, ik heb geen glazen blokken nog. Doei. En stop maar. Dat is al. Goed. Kijk, nou kunnen we heel veel maken. Wat zien wij allemaal? Nou, hier dan bij gaan staan. Oh, kijk hier nou toch eens. Dat is die bar waar ik het over had. Die is heel leuk om te maken. Dus eventjes 2 daarvan maken. Barkrukje erbij. Zo, hartstikke gezellig. Wij kunnen volgens mij ook wel een bed daar eventueel van maken. Een dynasty bed. Nee, dan willen we palmwood. Palmwood chandelier. Oh, die moet zeker eentje komen. Eens even kijken. Palmwood candle. Eentje voor op de tafel. Hartstikke leuk, joh. Oh. Palmwood bench. Ja, daar wil ik er ook 2 van hebben. Dat werkt als sit item. En een bad. Ja, tuurlijk. Tuurlijk moet er een bad bij komen. Ik bedoel, serieus. Anders ruik je zo naar vis. Dat wil je niet. Je wil niet naar vis ruiken. Eens even kijken. We hebben nog meer. Palmwood sofa. Wacht even. Is dit dan palmwood bench? Palmwood sofa. Ah. Pak ook een sofa bij. Ik vind het best. Hebben we ook al een palmwood bed? Dat we kunnen swappen van palmwood bed. Hier hebben we hem. Oh, wat leuk. Ik vind het echt leuk om te bouwen, jongens. Dit vind ik een van de leukste dingen van Terraria. Om zo verschillende dingen te bouwen. Dus ik bedoel, we hebben hout genoeg. Dus oké, eens even kijken. Waar maken we de bar? Want ja, als we de bar gaan maken, dan kunnen we het beste dit eigenlijk even weghalen. Want de bar die hoort eigenlijk hier een beetje zo aan de binnenkant te zijn. Zo, hier. Moet jij ook eentje verschuiven? Waar hebben we die barkruk? Hier hebben we een barkruk. Hier even een barkruk. En niemand thuis, we zijn gesloten. Nou, dan kennen we volgens mij... geldt dit nou nog steeds als huizing? Ja, het geldt nog steeds als huizing. Dat vind ik het belangrijkste. Dan vind ik het leukste als we
dit hier eigenlijk als we hier die kandelaar ophangen. Dus dit gaat heel even weg. Zo. Hier zo. Die kandelaar. En dan met een rope. Doen we hier dan op? Nee, niet. Dit ziet er wel gaaf uit. Kunnen we dan dit... Waar is dat flesje? Hier is dat flesje. Mooi. Nee, wel zo mooi naast. Ja, de mooi naast. Maar dit ziet er gaaf uit. En dan piano, laat dat je piano kan spelen. Het ziet er echt uit als een visrestaurant op het moment. Hopelijk dat we nog snel een beetje die andere accessoires kunnen vinden. Dat zou leuk zijn. Nou, daar hebben we dus genoeg verlichting. Daar hebben we genoeg verlichting. Qua verlichting zitten we goed. Dat is het punt niet. Dus daar zitten we wel goed. Een bench, die zou ik dan hier eentje neerzetten. Want een bench die werkt hetzelfde als een tafel. Oh, we hebben bijna geen tafels. Ik heb net een tafel gepakt weer. Dus deze. Kunnen we hier nou de steampunker... de mechanicie neerzetten. Eens even kijken. Dan hebben we nog een palmwood bench hier. We hebben nog een chair. We hebben nog een bed. Volgens mij hoeft hier bij een bed alleen maar nog een tafel neer te zetten. Dus... Maar dat is voor de bovenkant, dus die pleur ik hier altijd ergens neer. Waarom zou je twee bedden neerzetten? Omdat het kan. Even kijken, hier doen we dan nog een bench neerzetten. Hier komt dan de sofa. Wacht eventjes, wat nou de... De badkuip was volgens mij ook een stoel-item. Wat een tafel-item, dat weet ik dus niet meer. Waarom wil je een bench na... Nou ja, voor je kleding of zo, weet ik veel. Oh! Die mist nog een tafel. Die is occupied. Maar deze die is al goed. Die is goed. En deze die heeft alleen een tafel nog nodig. Het is jammer dat je geen dresser of zo kan maken. Nou ja, dan pakken we gewoon een doorsnee tafel. Ik vind het best. Doorsnee tafel. Hier. Nou, dan vind ik wel op zijn minst dat deze twee naast elkaar moeten. Op zijn minst. Zo. Daar dan de dingen op. En dan... Die vind ik niet echt mooi om dan hier op te hangen. Nee, dan laat ik hem nog heel eventjes zo. Hierboven daarentegen vind ik het wel mooi als er inderdaad hier eentje komt en hier eentje komt. Dan zou ik hem eigenlijk een beetje hierop moeten plaatsen. Zo. Ja, dat is op zich wel gaaf. Gewoon echt één grote kamer gewoon... En dat wordt dan eigenlijk echt de ruimte van de fisherman. Of eigenlijk zou de fisherman... Nee, de fisherman moet eigenlijk daar beneden blijven staan. Die staat er eigenlijk hartstikke goed. Dus ik denk dat dit nou wel mooi is zo. This is not valid housing. Oké, het zal wel goed zijn. Dus, nou, dan doe ik die meubels ook nog heel eventjes dan hier extra. Trouwens, deze kan dan mooi hier bovenin al hangen. Dat is niet erg. Zo. Ik bedoel, de dag is alweer aangebroken, dus we zouden op zich weer een nieuwe fishing quest aan kunnen. Surface Tundra. Hebben wij hier een... Nou, we hebben daar dat we kunnen vissen, inderdaad. We doen hem nog eventjes. Ik bedoel, leuke afsluiting voor deze aflevering. Ik bedoel, we hebben toch veel voor elkaar gekregen. En dat is juist een van de leukste dingen tijdens deze aflevering. Zoveel mogelijk voor elkaar krijgen. Dus aangezien dat we nog tijd genoeg over hebben, wil ik wel heel eventjes tijd maken nu om dus even mijn inventory te clearen. Dus ik ben terug in een seconde. Oké, tijd om eventjes langs onze diepvrieskist te gaan. Om daar... Oh, ik zie het. Dank je. Om dus heel eventjes daar de vis te vangen en de quest van de dag. En dan gaan we natuurlijk over naar de comment van de dag. En dan denk ik dat we inderdaad wel een leuke aflevering zo bij elkaar hebben. En oh ja, de blizzard effect. Helemaal vergeten als het regent. En je komt dus in de in de desert of in de ijsbiome terecht. Dan krijg je de blizzard effect. Dus eigenlijk best wel mooi dat ik dat nou jullie zo kan laten zien. Oké, deze doen we heel even swappen. Ik bedoel, ik weet dat ik nou iets meer damage kan nemen. Oh, en nou lijkt het trouwens dat we dus ook weer gemoved worden door een wind. Maar dat worden we absoluut niet. En we hebben een witch doctor. Oké. Nice. Die hadden we dus ook nog niet binnen. Hoi. Oh, we hebben hem al. We hebben hem al. Oké. Bij deze zeg ik dan... terug. Wel mooi hoe dat die overgang van de achtergrond dan overgaat van blizzard naar regenweer.
vind het best wel mooi. En eigenlijk best wel zielig dat er hier nog steeds geen raampjes staan. Ik bedoel, ik vind die van de... Ik vind hem van Steve vind ik er eigenlijk best wel zielig uitzien. Dus ik bedoel, die heeft alleen maar een workbench in. Ik denk dat we daar ook nog een beetje aankleding voor moeten hebben. Maar dat we de echte aankleding pas echt bij de volgende aflevering of zo gaan doen. Want ja, we hebben op dit moment dan alles en we hebben de enkele vest nu. Nice! Kunnen we onze fishing skill kunnen increasen? Oeh, dit ziet er apart uit. Nee, maakt niet uit. Goed, dan gaan we heel eventjes snel naar de wall of naar het huisje van de commons. Huisje van de commons, om eventjes het commentje van de dag te plaatsen. Van deze aflevering. Volgens mij, heb ik nog hout bij me? Ja, dan kan ik hier wel ergens een bordje van maken. Ik weet niet of die bordjes er anders uit kan zien, maar... Nee, sign is een sign. Zo, dan heb ik er weer even voldoende. Goed, ik plaats heel even het bordje en ben terug in een seconde. En ik heb op een verkeerd knopje gedrukt, waardoor ik nou in één keer weer uitgezoomd beeld heb. Nou ja, we zitten op het einde van de aflevering, dus het maakt niet uit. In ieder geval, de comment van de dag van aflevering nummer 11, die komt van Ketchow11. En die had geschreven, leuke video Stevie, Gouden Jolteon. Ja, er waren heel veel die hadden gevraagd inderdaad of, Jolteon de gouden kleur zou krijgen. Dus bij deze. In ieder geval, met dat gezegd te hebben, ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat het weten in de reacties. Als je er natuurlijk daar tijd voor hebt, misschien komt jouw reactie wel in het huisje van de Awesome Comments terecht. De volgende rits die gaat hier boven komen. Dus, met dat gezegd te hebben, ik dank jullie voor het kijken. Hebben jullie een... Ja, daar heb ik... Ja. Ik moet echt werken aan tot ik de outro in één zin doe. Dat is makkelijker. In ieder geval... laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Volgens mij moet ik hem daar weer oppakken. En met dat gezegd te hebben, wens ik jullie nog een hele fijne dag toe. En hoop ik jullie allemaal weer te zien bij de volgende video op het kanaal. Enorm bedankt voor jullie support en tot snel weer. Doei!